De regenboogconferentie is een jaarlijkse bijeenkomst voor allerlei mensen uit Zuid-Gelderland om het te hebben over LHBTIQ+, personen en wat daarvoor nodig is om te streven naar meer acceptatie, veiligheid en een fijn leven. Het gaat om mensen vanuit onderwijs, vanuit zorg, beleidsmakers, maar ook gewoon mensen die hier in Gelderland wonen en samen het gesprek hierover aangaan. Deze kennis en zichtbaarheid is helaas nog steeds nodig. Op sommige punten neemt de acceptatie van deze groep namelijk niet toe, maar juist af. Ja, helaas heeft het laatste welzijnsonderzoek van Vizier laten zien dat onder andere op het gebied van veiligheid de situatie eerder achteruit gaat dan vooruit. Dat er steeds meer mensen zich onveilig voelen, onder andere in het openbaar vervoer. Dus kennis en zichtbaarheid is heel belangrijk. Aan de andere kant gaat het ook heel goed. De zelfacceptatie is juist eerder toegenomen. En als je voor jezelf hebt geaccepteerd wie je bent en wie je wil zijn, is het ook belangrijk dat je in een wereld kan leven waarin dat vanzelfsprekend is. Dus het is erg belangrijk dat er aandacht voor is. Er waren deze middag ook diverse workshops binnen verschillende thema's. Eén daarvan ging over roze ouderen. En dat ging over welke positie hebben roze ouderen in de zorg. Zijn ze kwetsbaar, ja dan nee? En de uitkomst eigenlijk was, ja, we zijn heel kwetsbaar. Want veel is bedekt. Hè? Men heeft het gevoel dat ze niet open kunnen zijn. Van vroeger uit, door omstandigheden toen. Of door onbekendheid van hulpverleners nu. Was de workshop ging over jongeren en dan met name dan uit de kast komen als jongeren ook. Helaas waren de drie jongeren niet vanwege de storm, dus het was wat minder daarin. Maar wat ik met name heb opgestoken eigenlijk is het brede spectrum wat we vandaag de dag zien. Dus in de tijd dat ik uit de kast moest komen had je eigenlijk alleen, ja, je was homo of lesbisch en that's it. Maar het spectrum is zoveel groter geworden en dat is iets wat wij als ouderen ook moeten realiseren. Dat jongeren met een enorme diversiteit te maken hebben nu en dat maakt het eigenlijk best wel ingewikkeld. En dat er ook onder jongeren nog veel winst te behalen valt is op dagelijkse basis terug te zien. Kijk maar eens rond op social media. Als je iets post tegenwoordig op dit vlak, dan krijg je zoveel negatieve reacties, haatmails, haatreacties. En de polarisatie in de maatschappij, wat op heel veel vlakken plaatsvindt, is ook bij deze aan de gang. En dat is wel iets waar we voor blijven moeten strijden, dat het niet gebeurt. En dat iedereen zichzelf kan zijn en dat je het gewoon mag laten zien.